Nou, we waren hier met een groep van 35, 40 mensen bij elkaar. Nederlanders, maar ook mensen uit Oekraïne. En we hebben even stilgestaan met elkaar. Een stiltekring gevormd om aandacht te vragen voor de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Jullie blijven die aandacht daarvoor vragen? Ja, we blijven aandacht vragen. En we hebben nu dus gekozen om gewoon stil te zijn. En we zijn begonnen met de Last Post. En toen zijn we toch wel een minuut of 10 met elkaar in de kring, hebben we stilgestaan. En toen hebben we heel bescheiden gezongen, Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. En dat is een statement wat we doen op deze 21ste mei. In Oekraïne is het de Nationale Feestdag, de Europadag noemen ze dat. Omdat ze toch eigenlijk graag wilden dat Oekraïne bij Europa zou komen. Maar dat statement laten we helemaal los. We staan hier nu voor de vrede in Rusland en in Oekraïne. En dit is een onderdeel van een veel groter onderdeel, want het is landelijk, hè? Ja, het is een landelijke actie die ondersteund wordt door PAX, door de vredesbeweging. En er zijn tientallen plekken in Nederland waar ze op een hele bescheiden manier stilstaan tegen de oorlog en voor de vrede.